Saskia Belleman, het Openbaar Ministerie, heeft 3,5 jaar cel geëist tegen voetballer Rai Vloed voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in november 2021. Bij dat ongeluk op de A4 bij Hoofddorp kwam toen de 4-jarige Gio om het leven. Wat heeft er zich die avond allemaal afgespeeld? Nou, het was zo dat Rai Vloed van een feestje kwam in Amsterdam. Dat was midden in coronatijd, dus op een gegeven moment maakte de politie een einde aan dat feest. En ja, kennelijk was hij nog niet helemaal uitgefeest. En hij besloot met een vriend om naar Rotterdam te gaan. Hij had eigenlijk een hotelkamer geregeld in Amsterdam. Die hebben ze gecanceld en ze zijn vervolgens naar Rotterdam gaan rijden. Maar dat deden ze dus met een bloedsnelheid. Er is onderzoek geweest aan zijn auto. Bleek dat hij op bepaalde momenten meer dan 200 km per uur heeft gereden. Op een traject waar je maximaal 130 mocht die nacht. Nou, daar reed het een auto van het gezin Roos. Met vader, moeder en twee kinderen aan boord die net terugkwamen van een vakantie op Tenerife. En Rai Vloed vertelde tegen de rechtbank dat hij bezig was met het instellen van de cruise control op zijn stuur. En dat hij dus niet op dat moment op de weg lette. En dat had tot gevolg dat hij met die enorme snelheid achter op de auto van dat gezin is gereden. Beide auto's kwamen 200 meter verderop tot stilstand. En ja, bleek dat de 4-jarige Gio die achterin zat, achter zijn vader die achter het stuur zat, het niet heeft overleefd. Die heeft ernstige hersenschade opgelopen. De reanimatie mocht niet meer baten en hij is overleden. Ja, hij heeft toegegeven dat hij te veel gedronken had. Hij zegt zelf dat hij 2 à 3 glazen sterke drank had gedronken. Er is niet gespecificeerd wat dat dan voor sterke drank was. Feit is wel dat hij meer dan 2 keer het toegestane promillage alcohol in zijn bloed had. Dus te veel. Wat in ieder geval voor de ouders en ook voor het Openbaar Ministerie heel zwaar weegt, is dat in eerste instantie Rai Vloed zei dat hij niet had gereden. Hij wees op zijn vriend. Die vriend zei op een gegeven moment tegen de politie, ja, ik zat niet achter het stuur, maar ik wil niet dat Rai Vloed daar problemen mee krijgt, want hij is een professioneel voetballer. Dus laten we het er maar op houden dat ik heb gereden. Nou, dat weegt natuurlijk voor zowel het Openbaar Ministerie als voor de familie heel zwaar. En ook wat voor de familie heel zwaar woog, is dat het erop lijkt alsof Rai Vloed gewoon zijn leven verder leidde. Terwijl hun leven stilstond. Hij ging gewoon weer meedoen aan de trainingen bij Heracles. Hij mocht gewoon nog voetballen, totdat uiteindelijk duidelijk werd dat hij wel degelijk had gelogen, dat hij te veel had gedronken en ook dat hij te hard had gereden. En pas toen de familie, de ouders van Gio, een interview aan de Telegraaf hadden gegeven, pas toen werden ze benaderd door een vriend van Rai Vloed via Facebook, niet door Rai Vloed zelf. Ook dat nemen ze hem kwalijk, dat hij niet eens de moeite heeft genomen om ze te benaderen. Nou, daarover zegt Rai Vloed zelf van ja, ik wilde dat wel. We hebben ook aangegeven bij de politie dat ik bereid was als de nabestaanden dat zouden willen om met ze te praten. Maar we hebben niet dat signaal gekregen. En ja, hij zei, ik wilde me ook niet opdringen. Dat is helaas iets wat ik bij talloze zaken hoor. Ja, toen bleek ook het publiek in het stadion zich tegen hem te keren. Er werd gescandeerd, rot op. Nou, dat was volgens de advocaat van Rai Vloed, Erik Thomas, de reden dat Vloed op een gegeven moment besloot van ja, voor mij is eigenlijk Nederland besmet geraakt. Ik kan hier niet meer voetballen. Hij is toen eerst naar Kazachstan gegaan en voetbalt nu tegenwoordig in Rusland. Dan gaat het ook nog over het zitje waarin Dio zat, de 4-jarige. Of die aangesnoerd was, in de gordel zat. Ja, dat is twijfel die op een gegeven moment Erik Thomas, de advocaat van Rai Vloed, opwierp. Die zei dat het eigenlijk nergens uit blijkt dat Gio ook daadwerkelijk in de gordel zat. Zijn moeder heeft gezegd, ja, toen we instapten in de parkeergarage bij Schiphol, heb ik dat gecontroleerd. Hij zat vast. Maar, zegt Thomas, ja, er staat niet vast wat er in die tussentijd gebeurd is. Met andere woorden, misschien heeft het jongetje zelfs zijn gordel losgemaakt of zo. Daarover zei Arlette Schijns, dat is de advocaat die de nabestaanden bijstaat, van nee, de moeder heeft ook gezegd dat ze meteen na het ongeluk probeerde om Gio uit die gordel te tillen. Hij zat daar wel degelijk in vast, hing voorover in zijn stoeltje. Dus ja, zij zegt die suggestie dat Gio niet in zijn gordel zat en dat hij misschien om die reden dodelijk letsel heeft opgelopen, dat klopt gewoon niet. Dat viel de moeder ook zwaar dat er sprake kwam? Dat viel de moeder heel zwaar, dat die twijfel werd opgeroepen. Ze heeft ook even de zaal verlaten op het moment dat ter sprake werd gebracht. De rechtbank doet nu op 3 april uitspraak. Zowel over de eis van 3,5 jaar gevangenisstraf als over de geëiste 4 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. En kan Vloed nog doorgaan met voetballen?
Nou ja, in principe kan hij nu nog doorgaan met voetballen. Arlette Schijns, de advocaat van de nabestaanden, had wel gevraagd om gevangenneming. Omdat zij zei van ja, er is alle kans dat hij zich zal onttrekken aan zijn straf. Omdat hij voetbalt in het buitenland, omdat hij eerder gelogen heeft. Dus ja, zij vreest dat hij zijn straf zal ontlopen. Erik Thomas, de advocaat van Roy Vloed, zei dat Vloed heeft gezegd dat hij te zijner tijd zijn straf zal uitzitten. Ja, en hoe je dat te zijner tijd moet gaan opvatten, dat is even de vraag. Want dat kan er dus ook op duiden dat hij denkt, ik blijf in Rusland zitten zolang mijn voetbalcarrière nog goed loopt. En daarna zien we wel weer.